Vandaag zijn we in Steenderen bij de eerste dag met FHC. We gaan vandaag een rondleiding doen in de fabriek. En we gaan een workshop doen van hoe maak je nou eigen friet. En wat zijn de concepten in de markt? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Dan gaan we gezamenlijk met de ondernemers kijken naar toegevoegde waarden die wij kunnen bieden. En die de ondernemers ons kunnen vertellen om gezamenlijk zoveel mogelijk acties, reacties te krijgen. Om te kijken van wat kunnen we gezamenlijk in de markt doen om onze consument in beweging te krijgen om meer de cafetaria te gaan bezoeken. We hebben vandaag twee soorten friet vergeleken. We hebben de Pom Plus 10 mm vergeleken met de oerfriet. We hebben gezien hoe we zelf friet snijden door middel van een ouderwetse manier. Door een aardappel door het blok te halen. En te kijken van joh, hoe wordt verse friet gemaakt, welke procedure hangt er aan vast. En hoe kan ik dat zelf in mijn zaak gaan creëren. Daarnaast hebben we gekeken van joh, op het moment dat we zelf friet hebben gesneden. Dat we de oerfriet ernaast leggen. Wat is dan het verschil tussen de oerfriet en vers gesneden friet. In de fabriek hebben we het proces bijgewoond van aardappel-potato tot aan de eindverpakking en het hele proces wat ertussen zit. Dan praten we over de aardappelsortering, we praten over de wassen, het drogen, het snijden, het voorfrituren, etc. Een proces om eigenlijk eens van dichtbij te zien.